Dag beste vrienden, ik zou vandaag graag twee gedichten uit mijn nieuwe dichtbundel Gemist Theater willen voorlezen. Het probleem met de dichtbundel is dat ik hem tot nu toe niet officieel heb kunnen presenteren vanwege de coronamaatregelen. Dat komt misschien nog wel. Ik wil vandaag beginnen met het gedicht Zeezicht. Waar de westenwind door de kruinen van het water strijkt en het weke bleke zand argeloos met de golven vrijt, trekt een zee van stemmingen voorbij in het ritme van het getij. Zij kwamen en zij komen en zullen altijd zijn vol verlangens en dromen in één onafgebroken lijn. Toen was mijn vader, nu ben ik, en die na mij komen zullen zijn, stervelingen aan de vloedlijn. Ze blijven slechts één ogenblik. Het is het water dat zal verhalen, lang nadat wij gestorven zijn, over hoe wij waren, onze pijn, liefde, verlangens en dromen, en over hen die na ons komen. Ik laat mijn gedachten dwalen over de golven van de tijd en hoor de zee herhalen tot in de eeuwigheid. Ik wil u nu even meenemen naar een mistige morgen in Den Haag. Het gedicht heet Maandagochtend in de mist. Wij zwierven in de mist door de verstilde stad in tinten grijs en baanden ons in het paradijs met gedempte geluiden aldoor. Een tram gleed behoedzaam door de tijd met een kunnen stille forense, slaperige dames en heren van kantoor, samen leidend aan onvervulde wensen. De maandag bedrukte hun gezichten achter de grote beslagen ruiten. Bij de halte persen zij zich naar buiten en spoeden zich naar een dorp lichten. Wij zwierven langs de gesloten zaken, waar de zondag nog lag opgebaard. Dit waren de twee gedichten in de bundel Gemist Theater, een uitgave van uitgeverij Live. Het is te bestellen in de boekhandel of te bestellen op de website van de uitgeverij. Tot de volgende keer.